Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij een speciale uitzending van Sporttribune bij Midvliet FM. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We hebben een speciale uitzending met alle genomineerden voor de sportprijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg over het jaar 2018. En naast mij mijn collega-presentator Arjan Groenewegen. Arjan, wat gaan we allemaal doen? Ja, wat gaan we eigenlijk niet doen? We hebben eigenlijk alle sporten van mijn favoriete sport. Voetbal, zaalvoetbal, hockey, darten, niet te vergeten, triathlon. Ja, eigenlijk van alles op. Ja, we hebben één genomineerde die eigenlijk in de studio zou zijn. Maar die kan helaas vanwege zijn werkzaamheden niet live in de studio aanwezig zijn. Maar daar hebben we mee afgesproken dat we die rond 8:30 gaan bellen. Want dan hebben we hem in de uitzending. We gaan zometeen gauw beginnen. En wat kunnen we zeggen? We zijn zeer vereerd dat we de wethouder van sport van de gemeente Voorburg-Leidschendam hier in ons midden hebben. En die gaat zometeen in gesprek met mijn andere collega René Makkaar. Goedenavond, welkom thuis zou ik bijna nu zeggen, want we zijn live op televisie en radio. En wat is er mooi om al die sporters vanavond in het zonnetje te zetten. We gaan even luisteren naar de muziek en daarna komen we terug met Nadine Stemmerding. Baby, give it up. Ja, het blijven natuurlijk radiopresentatoren die hier in de studio staan. En dat betekent dat we toch het plaatje altijd even moeten afkondigen. Dankjewel Marcel. Ja, dan zijn we naast mij Nadine Stemmerding. Nadine, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is een soort herhaling van zetten, hè? Ja, zijn we weer. Ja, maar het is wel hartstikke leuk, toch? Ja, zeker, ja, zeker, toch? Zeker. Ja. We gaan het hebben over de sportprijs. Ja, we gaan het hebben over de sportprijs. En wat is niet mooier dat de aftrap wordt verricht door onze eigen wethouder in Leidschendam-Voorburg. Want wat zijn we ontzettend trots en wat zijn we blij zoveel genomineerden vanavond hier te gast te hebben in de studio aan de Damlaan. Toch? Het is fantastisch. Ik meen het echt. Als ik gewoon kijk ook überhaupt hoeveel mensen er genomineerd zijn. Hoeveel sporters en sportteams. En dat die ook bijna allemaal hier vanavond zijn. Dan een waanzinnig leuke uitzending ook hier. Waanzinnig leuk idee van Radio TV Midvliet om dat zo ook op te gaan pakken. Absoluut. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat we zo'n experiment doen eigenlijk met al die sporters. Ze zijn er ook zo allemaal leuk straks. Dat ik samen met jullie dat experiment mag doen. Ja, hè? Ja, zeker weten. Zijn we wel de goede voor met z'n drieën. Ik kom toch nog even terug op de eerdere gesprek wat we hadden in de radiostudio. En toen hebben we het gehad over topsport en we hebben het gehad over sport breed. Ja. En toen zei je, ja, de gemeente Leidschendam-Voorburg is zeg maar een voorstander van brede sport te enthousiasmeren. En dat is natuurlijk zo, dat zie je ook aan de genomineerden. Dus je moet buitengewoon trots zijn. Ja, ik ben ongelooflijk trots. Ik mag een van de leukste portefeuilles hebben die er is, namelijk een sport. En als ik dan zie weer hoeveel sporters er zijn in onze gemeente, hoeveel verschillende sporten. Als je ziet hoeveel mensen er genomineerd zijn, dan denk ik bij mezelf complimenten aan al die sportverenigingen. Dank ook aan de jury. Ik zie Henry Steffens hier al staan. En dank ook aan Sport en Welzijn, want zij zijn degene die het allemaal mogelijk hebben gemaakt. Kan het nooit in mijn eentje doen. Nee, we gaan het natuurlijk over de jury gesproken, want die zal het ontzettend lastig hebben gehad. Maar dat is ook zo, want ik kreeg die lijst voor mij te zien en toen dacht ik, mensenlief, wat een talent heeft deze gemeente. Ja, we hebben zoveel talent, of het nou gaat om zeg maar, roeien, of om hockey, of voetbal, zaalvoetbal, volleybal. En we spelen ook echt allemaal hier op een best leuk niveau, om maar even zo te mogen zeggen. En dat is ook precies wat ik wil, zeg maar, graag in die breedte sport, dat er zoveel mogelijk sport in onze gemeente Leidschendam-Voorburg gedaan kan worden. En dan zie je vanzelf de zeg maar, talenten komen. En je ziet ook gewoon heel veel mensen die gewoon lekker sporten, elke dag weer. En dat probeer ik elke dag weer te gaan bereiken eigenlijk. We zouden bijna vergeten dat de sportprijsuitreiking natuurlijk 18 januari is. 18 februari. Loopt toch een maand achter. Komt door de sneeuw, denk ik, in mijn hoofd. Dus toch een excuus. 18 februari. En daar zijn natuurlijk alle sporters straks hopelijk aanwezig. En dan is mijn vraag eigenlijk, ja, hoe moeilijk is het voor die jury? Of moeten ze nog bij elkaar komen?
Dat zou ik echt niet weten. Dan moet ik daar mijn vraag even aan de jury. Maar volgens mij, dan kijk ik toch eventjes vooruit. Volgens mij heeft de jury de genomineerde gemaakt. Dus de stem van de jury geldt voor 1/3 mee in de uitslag. De voorzitters van alle sportverenigingen hebben 1/3. En de publiek 1/3. Ja, ik heb het goed gezegd. Dat gaan we te snel vragen. En dan gaan, kunnen we dat heel, helemaal vragen. Maar ik ben zelf echt heel blij dat ik niet in de jury zit. Nee. Want de keuze moet maken wie er genomineerd zijn. En dan volgens nog eens een keer die keuze te moeten maken. Op wie ga je je stem uitbrengen. Ja, ingewikkeld. Zullen we het dan nog even hebben over de sport in de gemeente? Ja, gezellig. Zijn er nog nieuwe dingen te melden voor het jaar 2019? Ja, ik heb altijd ambities. Hè. We hebben natuurlijk een aantal jaar geleden de visie op sport en bewegen vastgesteld. En dan ging je echt puur over hele concrete actiepunten waar we voor staan. En elk jaar proberen we ook met de kopgroep ook een aantal punten eruit te pakken. Ik zeg liever, ik doe liever 2-3 dingen goed dan maar 10 dingen half. Maar voor dit jaar, ja, wat ik zelf wel echt heel graag zou willen, is dat we een stap gaan zetten om mensen met een verstandelijke of een fysieke beperking wat meer te kunnen gaan laten sporten. Dus daar hoop ik een extra stapje voor te kunnen gaan zetten. En wat ik ook hoop, en dat is toch ook in het kader van duurzaamheid, dat we gaan kijken op welke wijze we onze buitensportlocaties echt een enorme slag in de verduurzaming kunnen gaan geven. Ja, dan komt natuurlijk altijd met de vraag, hebben we daar ook centjes voor, mevrouw de wethouder? Ik ben heel hard aan het zoeken, maar ik hoop echt voor april van dit jaar met een voorstel naar de raad te kunnen komen. Want het komt, we moeten gewoon echt kijken, maar uiteindelijk als je ziet hoeveel vooral buitensportverenigingen kwijt zijn aan bijvoorbeeld verlichting. Ja, hoe mooi zou het zijn als we daar iets aan kunnen gaan doen, maar het is nog niet rond. Ik ben bezig en sowieso voor april hoop ik iets te kunnen laten weten. Ja, dan goed nieuws. Mogen we toch één groep zeker niet vergeten, sport en welzijn. Want die hebben natuurlijk heel veel werk verricht. En dat mag zeker eventjes hier voor de camera absoluut gezegd worden. Ik noemde ze al net even in de zin, sport en welzijn. Echt heel blij dat deze organisatie een aantal jaar geleden in Leidschendam-Voorburg is gekomen. Professionele organisatie doet ongelooflijk veel in de wijk. Sporten en bewegen, jeugd, jongerenwerk. En ik ben dolgelukkig met ze. En een groot applaus voor hen, absoluut. Nou, laten we dat even doen hier zo. Ja, voor goed. Sport en welzijn. Absoluut verdiend. Ja, dan moeten we nou een groot compliment geven. En hartelijk dank zeggen dat je deze speciale uitzending van ons hebt geopend. Dankjewel Nadine. Graag gedaan. Hopelijk graag tot de volgende keer. 18 februari. Zeggen, 18e zijn jullie er toch ook bij? 18, ja, ik moet even in mijn balboekje kijken Nadine. Of echt dat waar? Gaat lukken. Ja, maar je gaat toch niet zeggen dat je een uitnodiging van mij afslaat, hè? Ja, maar ik wil nog even wat vragen. Want voordat de kijkers straks of luisteraars gaan bellen of wat dan ook. Sport jezelf. Ja, ik sport. Ik doe aan hardlopen. Dat doe ik bij voorkeur in het donker, als niemand mij ziet. U weet het als u een verdacht persoon ziet. Precies, met zo'n gele muts op, dan zeg maar, ben ik dat. Ja, ik sport wel. Ik sport wel echt te weinig. Laten we dat ook heel eerlijk zijn. Ja. Ik heb vroeger heel veel gesport. Het is toch een beetje erbij ingeschoten. En ik heb bedacht met hoogte tijd dat ik het weer vol op ga pakken. Dus het hardlopen is weer begonnen. Ik heb er ongelooflijke hekel aan. Maar het is nodig. En een teamsport kan ik nu niet meer doen. Want het is altijd een enorm lastig in de planning. Maar het is nodig. Ja. Hè? Dus we gaan het maar gewoon doen. Ja. Maar oproep, bewegen is belangrijk. Want daar staat deze gemeente ook voor. En ik fiets altijd. Hè? Of het nou afspraken is in Delft. Of in Rijswijk. Of in Den Haag. Ik fiets overal heen. Dus dat doe ik wel. Dat is Nadine, toch best wel goed. Nadine, hartstikke bedankt. Ja, ja, graag ik moest net een beetje denken aan Jan Bars. Overdag is hij een keurige en supergoeie wethouder. En s'nachts als de gordijnen dicht gaan. Maar dat gaan we verder niet uitweiden. We gaan even luisteren naar de muziek. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. We gaan zo verder met de genomineerden in de eerste categorie. Dat zijn sporters met een beperking. Ja, beste kijkers en luisteraars moet ik zeggen, welkom bij de avond van de genomineerden. En we gaan nu aanvangen met de sporters met een beperking. En laten we vooropstellen, en de wethouder zei het net al, Leidschendam-Voorburg heeft een heel warm hart voor al die mensen met een handicap. En daar wordt ontzettend veel gedaan. En ik heb begrepen ook
dat wij althans lid zijn van Uniek in Sporten in Nederland. Dus een compliment voor Leidschendam-Voorburg. Dat mag gezegd worden. Ben ik dat kwijt in ieder geval? Wat ik dan kwijt wil, wie hebben wij hier staan? Ik heb begrepen al dat bij televisie, dat heb je met radiomensen, die gaan gokken waar het is. Links. En dat is dan nu rechts voor de kijkers waarschijnlijk. Vroeger werd het gezegd voor de zwart-wit kijkers. Manouk van Willenswaard. En die doet aan zaalvoetbal. Kijk, u ziet daar de dove tolk al. Dat is ook voor ons, maar ik denk voor u als kijker, een heel mooi gezicht om te zien. Daar ziet u, dat is ook een heel bijzonder onderwerp straks. Dat gaat over handbiken. Dat is Justin van Bemmel. En naast mij een fantastische jongen die het kampioenschap bij ons nogmaals gaat vieren uit 2017 van Cartouche. En dat gaat over het hockey, moet ik zeggen. En daarnaast de coach. Goed, ik denk dat we kunnen beginnen met Arjan. Ja, ga ik beginnen? Ja hoor. Ja, ik voel me net bij heel Horen Bakt, hè, met Cas en de tolk daarnaast. Moet ik er even aan denken dat als ik een vraag stel, dat ik de microfoon naar de tolk doe, zodat zeg maar het antwoord van Manouk zeg maar door de tolk gegeven kan worden. Ja? Oké. Okay. Is Manouk een beetje nerveus? Heel klein beetje. Maar ja, ik had gewoon niet verwacht dat ik genomineerd zou worden. Dus dat had ik nooit verwacht. Weet je ook waarom je genomineerd bent? Ja. Even denken hoor. Met Nederlandse zaalvoetbal, daar speel ik natuurlijk. En de Mazzel Stars, daar zit ik in. En ja. Ja, ja, ik ben genomineerd omdat ik. Ik was in de krant omdat ik sponsoren nodig had. En ik denk dat op die manier mijn naam daar is doorgegeven en uiteindelijk uitgekozen is. Maar Mazzel Stars is een hele bekende zaalvoetbalvereniging die op een heel hoog niveau ook speelt. Is Manouk dan de enige met een beperking die in dat team zit? Ja, normaal gesproken is het inderdaad een horenteam. Maar ik ben inderdaad de enige die dan dove in het team zit. Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd hoe dat dan gaat in de communicatie onderling. Ja, stel iemand wil iets vragen of over de positionering, dan komt gewoon even iemand duidelijk naar mij toe en dan ga ik gewoon zeg maar lip lezen als het duidelijk is en als dat niet lukt, dan wordt het opgeschreven. Dus je hebt bij het zaalvoetballen geen tolk? Nee, klopt. Dat is op zich ook wel logisch, want die zou dan mee moeten lopen in het veld, dus dat wordt wel moeilijk misschien. Maar nee hè? Nee. Nee, het is inderdaad, ja, het is niet altijd handig voor de tolk. Ik ben dan de keeper en ik ben dan bezig. En als ik dan naar de tolk moet kijken, dan ben ik afgeleid. En dan mis ik misschien natuurlijk de ballen. Dus dat wil ik niet. Ik wil geconcentreerd blijven. Dus vandaar dat ik de tolk niet inzet. En ja, vaak is het ook wel als we dan bij de tweede helft of zo dan even met de coach samen gaan zitten. En dan bespreken we gewoon wat er gedaan moet worden, et cetera. Nou ken ik een aantal zaalvoetbalkeepers. Tom Bakhuis, Ronald Mooijman. Maar die zien er toch iets anders uit dan Manouk, eerlijk gezegd. Hoe ben je in de goal terechtgekomen? Kan je nog even één keer... Ze geeft aan dat ze keeper is. Ja. Nou ken ik een aantal zaalvoetbalkeepers. Maar die hebben een iets ander postuur dan Manouk. Ja, moet ik eventjes nadenken hoor. Keep je al je hele leven? Nee. Toen ik 20 jaar oud was, toen ben ik begonnen met voetballen. Gewoon met normaal voetballen. En toen uiteindelijk in 2013 ben ik begonnen met keepen. En ja, dat ging gewoon heel goed en daar ben ik heel snel in gegroeid. Dus ja, toen uiteindelijk ben ik dus uitgekozen ook voor het Nederlandse team. En omdat ze zagen dat ik gewoon in het keeper gewoon heel snel gegroeid was. Is je team trots op je dat je hier staat? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Superleuk.
komen we zo, denk ik, nog heel even bij haar terug. Ja, want ik wil nog even zeggen, Arjan, Finland, die hebben ze wel bereikt, hè, beste kijkers. Dat is het EK. Ja. Dat was al een hoogtepunt. Zeker, ja. We hebben de achtste plaats gehaald. Nou, ik heel erg trots op je dat je in ieder geval dat hebt weten te behalen. Dankjewel. Mooi, hè? Ja, prachtig. Dankjewel ook. Ja, heel mooi. Applaus mag best eventjes, hè? Ja, absoluut. Dankjewel. Goed. Rob Hekman met Justin van Bemmel. Ja, naast mij zit Justin van Bemmel. Nou, die heeft mij al stiekem gefluisterd. Die is niet in Finland geweest, maar wel in Texel. Maar eerst ga ik aan je vragen van, mag ik iets vragen over jouw beperking? Ja. Hoe ben je aan de beperking gekomen? Tijdens mijn geboorte. Oké, dus vanaf je geboorte... Alright, maar niet vanaf je want je werd toch niet met een rolstoel gelijk in de rolstoel gestopt, wel? Nee, maar iets later. Dat zijn rond 1-2 jaar, zeg maar. Dus uiteindelijk weet je niet beter dat je in een rolstoel moet zitten? Ja, klopt. Ja. En als ik dan zeg tegen je, is dat zeg maar moeilijk om in Nederland te leven? Laat staan te sporten, maar daar komen we zo op. Is dat moeilijk? Moet je dan veel effort verrichten om een plek te verwerven in de maatschappij? Ja, zeker. Voornamelijk bestratingen en dat soort dingen is soms als lastig. Nou, en allemaal van dat andere dingetjes, een vriendin krijgen en zo. Ja. Over dat vriendin krijgen gaan we het zo nog hebben. Maar de beperkingen, want hoe oud ben je als ik vragen mag? Ik ben 26 jaar. 26 jaar. Dus je bent al 26 jaar in een rolstoel. En kun je dan teruggaan in de tijd dat je zeg maar kan bepalen of het leven voor jou met je beperking beter is geworden in Nederland ten opzichte van, laten we zeggen, 16 jaar geleden? Ja, zeker. En geldt dat ook voor het sporten? Sporten, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Want ik heb een voorziening die zeg maar, dagelijks gebruik voor het fietsen. Zeg maar, en dat is dan ook mijn sport in die zin. Want jij doet aan handbike. Handbiken, klopt. Ja. Kun je aan de camera's laten zien hoe je handen eruit zien? En nou gaat iedereen denken natuurlijk, wauw, wat zijn dat? Zit natuurlijk laag geëeld op, maar hij neemt jullie allemaal in de maling. Want hij is namelijk fietsenmaker. Lachen of niet? Maar goed, we gaan over handbike hebben. Kun jij aan de kijkers en de luisteraars vertellen hoe dat precies werkt met de handbike? Yes. Dat is eigenlijk een ongebouwde fiets, een omgekeerde fiets. Ja, maar dus het stuur zit boven, maar je trappers dus ook. En onder je rolstoelframe komt die. Precies, en daar kun jij verschrikkelijk hard mee fietsen. Harder dan zeg maar op mensen op een normale fiets, want elk jaar doen jullie aan een sponsortocht. Ja. Dit is 2018 was het eerste jaar. En ik wil natuurlijk in 2019 weer gaan rijden. Maar dan moet wel de gemeente nog een beetje. Wat doet de gemeente een beetje? Want we hebben de wethouder nog in huis, hè? Een beetje vaart erachter zetten. Waar moeten ze vaart achter zetten, Justin? Handbike. Op de handbike? Ja. Want die kost geld? Of moet die geregeld worden? Die moet geregeld worden, omdat helaas ben ik te water gegaan met de handbike. Ja. Te water gegaan met de handbike? Ja. Moet je toch even verduidelijken. Want ik bedoel, hoe is dat met het sneeuw? Met foutje met sturen? Nee. Ik heb zelf een verkeerde inschatting gemaakt. Een te smal kantje gepakt. En ik raakte uit balans met mijn rolstoel. Ja, en dan ga je. Ja. Dus jij bent eigenlijk ook een beetje Adrie van der Poel. Of Mathieu van der Poel eigenlijk, maar dan met de handbike. Ja, dat zijn dingen die gebeurd zijn. Maar daar heb ik ook zoveel spijt van. En de handbike zelf is, heb ik al 5000 kilometer in een jaar tijd erop zitten. Wauw, nou we gaan zo meteen aan de wethouder vragen of ze zeg maar wil kijken of er nog ergens een potje achter de gordijnen staat.
in de raadzaal. En ik denk, Nadine kennende, denk ik dat ze daar zeg maar wel een oogje gaat, voor heeft. En dat ze wel iets gaat vinden. Ja. Nou, even over die sponsortocht. Want het is een sponsortocht. Hoeveel handbikers doen daar aan mee? Ik ben de enige handbiker. Dat meen je niet. Zo. Je bent de enige handbiker? Ja, en 200 andere fietsers. 200 racefietsers. Normale tourfietsers, racefietsers, et cetera. En die sponsortocht die loopt van waar tot waar? Vanuit het Juliana Kinderziekenhuis en onder politiebegeleiding naar de Watertoren in Den Haag. En dan daar worden we losgelaten en dan fiets je op je eigen tempo eerst naar Bloemendaal, dan naar Bergen. En dan van Bergen naar de pont, zeg maar de pont op Texel. Geweldig. En luister eens, dat is een sponsortocht, hè? Ja. Dus je kunt ook zeg maar centjes inzamelen. En dat doen jullie dan waarvoor? Voor Juliana Kinderziekenhuis. Oké, en als die tocht in 2019 weer plaats gaat vinden, dan ga jij natuurlijk bij ons in Sporttribune, vlak voordat je dat gaat doen, een oproep doen om zoveel mogelijk sponsoren zeg maar, te werven. Ja, zeker. Hebben we die afspraak staan? Ja, zeker. Geweldig. Ik feliciteer je van harte met je nominatie, Justin. Ja. En hartelijk dank voor je leuke gesprek. Ja. Mag een groot applaus voor Justin van Bemmel. Ja, René? Ja, mooi verhaal. Ja, we gaan het nu over een teamsport hebben. En als je over het LG-team hebt, ja, dan is het maar één club eigenlijk in Voorburg, Leidschendam-Voorburg. En dat is Cartouche. En dat is het LG-team. Waar staat LG voor? Ik heb daar staan de coach Michel. En daarnaast een topper van een speler, denk ik. Tigo. Zegt Tigo, hè? Even, ja. Nee, Cartouche heeft een LG-team en dat staat voor sporten voor kinderen met een lichamelijke beperking. Ongeacht de leeftijd, als je kijkt naar het team, het bestaat van 6 tot 18 jaar. Vorig jaar meegedaan met de competitie voor het eerst. En het geluk gehad gelijk kampioen te kunnen worden. Ja, schitterend. Je loopt wel op de zaken vooruit. Kom eens hier staan, joh. Want je mag in het zonnetje gezet worden. Deze jonge man, want jij vertegenwoordigt eigenlijk heel je team, hè? Jullie zijn kampioen geworden in 2018. En dat was, volgens mij hebben jullie maar één verloren. Ik heb een beetje mijn huiswerk proberen te doen. Eentje verloren, ja. Want het was wel tegen kinderen die wel wat ouder waren dan ons. Dat was de jongste 18 en de oudste was de 25. En bij ons is de oudste 18. Ja. En dan moesten we de finale wedstrijd tegen hun en hadden we gewonnen. Ja, is toch geweldig, jongen, dat, dat jullie dat zomaar even hebben gepresteerd. Ja. Nu is de vraag natuurlijk, alles gewonnen, één verloren maar, hè, geloof ik. Ja, maar die waren ook die waren wel erg groot volgens mij. Hè? Ja. Nee, dat was niet normaal, daar gaan we eens wat van zeggen. En ik moet ook zeggen, dat waren natuurlijk jongens die al wel, die tegenpartijen, die, dat waren jongens die wat langer meeliepen al in die competitie, hè? Want hun zijn net begonnen. Ja, wij zijn in 2014 begonnen tijdens het WK hockey in Den Haag zijn wij gestart. En je merkt gewoon dat heel veel teams gewoon verouderd waren. De wedstrijd die we verloren hebben waren tegen spelers van boven de 30 jaar. En dan zie je dus 6, 7 jaar. Dan zie je wel een groot verschil. Wat Tigo ook al zei, de thuiswedstrijd gewoon dik gewonnen. Dus dat was wel een goedmakertje. Intrapeert je, wat wou je zeggen? Uit. Uit, ja, het is wel even uit, hè. Je moet wel even opletten, joh. Hij is wat jonger dan ik ben. Dus de leeftijden zijn wat hoger en wat ouder. Dus, en daar zitten wij wel apart in met Cartouche, met het grote leeftijdsverschil. Maar dat maakt het wel het leuke van het hele coachen. Het leeftijdsverschil en elkaar kunnen accepteren zoals iedereen is met zijn beperking. En dat is, daar ben ik trots op. Ja. Nou, dat mag je ook zijn. Ja. Tigo, wat speel jij in het team? Ja, ik ben eigenlijk alles. Ik kan alles spelen. God, we kunnen de bondscoach straks nog even bellen, Ronald Koeman. Want die zoekt een speler die overal kan staan. Alleen over, niet keeper. Het gaat over hockey, hè? Nee, alleen niet keeper. Ja, maar dat maakt niet uit, hè? Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niks uit. Hij heet Max Caldas. Trouwens, de hockey doet het altijd goed, hè? Ja. Dus, maar al die jongens om je heen, waren jullie al bekend met elkaar? Eerst helemaal niet. Eerst kenden we elkaar helemaal niet. En dan tijdens de hockey hebben we elkaar ontmoet. Ja, nou, fantastisch. En heb jij ook een idool dat je zegt in de hockeywereld, dat je denkt, dat vind ik zo'n topspeler? Nee. Niet echt? Nee. Hey, wat is het meest lastige aan het hockeyen? Nee, ik vind een beetje het pushen vind ik lastig.
een poesje is. Kan je dat even voor de camera doen? Ja. Ik zou bijna zeggen camera 1. Kijk, ja? Zo gaan doen, met je stick over de grond heen. Dat is het meest lastig eigenlijk. Ja, vind ik. Ja, want je moet hem ook wel eens zo houden, toch? Ja. Ja, omgedraaid. Ja, nou ja, goed, ik ben ook geen kenner daarin, hè? Niet wekelijks in ieder geval. Kampioen wordt, hoe ziet de toekomst eruit wat Cartouche betreft? Wat Cartouche? LG. De toekomst voor ons is ook een elftal te kunnen krijgen in de komende 5 jaar. Dit jaar is ons lustrum, gaan we vieren. We staan er redelijk goed voor weer in de competitie, dus dat gaat ook de goede kant op. Maar de aanwas van nieuwe kinderen is voor ons altijd wel van harte welkom. Dus kinderen met een lichamelijke beperking zijn van harte welkom. Op zondag trainen ze de jongens van 10:15 tot 11:15. Dus ze kunnen altijd een wedstrijdje of een training vrijwillig meedoen. Kijken of ze het leuk vinden. Maar ja, we willen groeien. En dat is ook hard nodig. En ik denk dat er heel veel kinderen ook heel graag willen sporten. Het is een mooie oproep, mooi besluit in ieder geval om vooral lid te worden van Cartouche in Voorburg. En dan natuurlijk voor het LG-team. Dank jullie wel en een applaus voor jullie. Goed, daar zijn we, Arjan. We gaan praten over de genomineerden voor het sporttalent van het jaar 2018. Wie heb jij naast je staan? Ik heb, zeg het zelf maar. Jelsie van Ruiven. Jelsie van Ruiven en Jelsie die zwemt volgens mij. Ja, dat klopt. Wie is je grote voorbeeld? Rano Mikromintjojo. Ja, voor mij was dat Pieter van de Hogeband, maar ja, dat is, ja. Zwem je al je hele leven? Ja. Hoe oud was je toen je begon? Toen ik 4 was ging ik op les zwemmen en toen ik 5 was had ik mijn A, B en C en toen ben ik meteen op wedstrijd zwemmen gegaan. En waar zwem je, hier in de Fluit? Nee, ik zwem in Zoetermeer, in de Veur. En waarom niet in de Fluit? Ik kijk even naar de wethouder, want we hadden natuurlijk vroeger hier de Vliegermolen en nu hebben we nog de Fluit. Maar jij zwemt in Zoetermeer, want daar is een betere sportclub. Ja, nou, dat komt voor mij wat beter uit. Daar is ook mijn school, dus. Aha, dus je combineert gelijk het zwemmen met je school. Kan je onze kijkers en luisteraars vertellen wat je het afgelopen jaar allemaal hebt bereikt? Nou, ik ben 2 keer Nederlands kampioen geweest. Ik heb ook meerdere keren ook op het Nederlands kampioenschap mogen starten. En ja. En welke afstanden? Ja, eigenlijk bijna alles. En alles in de jeugd? Want je hebt ook 800 meter zwemmen, maar dat vind ik een beetje veel, lijkt mij. Ja, na 50 meters tot en met 400 meters. En wat doe je? Vrije slag, schoolslag, rugslag? Ook alle slagen. Alle slagen? Dus als er straks een 4x100 meter wisselslag komt, dan ben jij van de partij? Zou best kunnen, ja. En wanneer zijn je volgende wedstrijden? Het volgende Nederlands kampioenschap is in juni volgens mij. En ja. Dan ga je ook natuurlijk weer aan meedoen. Ja. Hoe vaak train jij in de week en wat moet je eigenlijk allemaal voor laten om zo goed te worden als jij bent? Nou, ik train 6 keer in de week. Ik heb een apart rooster, dus sommige lessen volg ik niet. En ja, ik kan niet altijd afspreken. Maar ja, ik vind zwemmen wel heel leuk, dus daar heb ik het wel voor over. Maar zit jij dan in zo'n speciaal sportprogramma van de Zwembond? Ik heb nu een stage bij het OC. En dat is dan in Den Haag. En dat is dan weer een stapje hoger. Nog één korte laatste vraag. Mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 14 jaar. 14 jaar, dus dan zit je in de 3e klas als het goed is? Tweede, oké. Okay. Poeh, ik vind dat wel voor een meisje van 14 wel dat je heel veel ervoor over hebt om te zwemmen. Wat is je ultieme droom? Ja, nou, ik wil wel Europees, in ieder geval internationaal gaan zwemmen. En de rest zie ik eigenlijk wel. En hoe lang moet je daar nog op wachten voordat dat kan? Ik zou het echt niet weten. Nee? Maar je ziet soms wel, met name dan Oost-Europese meisjes en Aziatische meisjes, die zwemmen al op de 15e. Zwemmen die zomaar met de Europese en de wereldtop mee. Ja, klopt. Zie je dat voor jezelf ook gebeuren? Ik hoop het, ja. Nou, misschien iets later, maar wie weet. Nou, wij gaan je in ieder geval volgen. Want ja, zwemmen is toch met de Olympische Spelen in ieder geval een van onze nationale sporten, zullen we maar zeggen. Ja. Rob. Oké,
Nou, dan gaan we van het zwemmen naar een hele andere sport. Hij mag het zelf vertellen. Naast mij staat, dan moet ik even goed kijken dat ik hem niet verkeerd zet, Ingmar. Ankerman. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Ingmar, vertel eerst hoe oud je bent. Ik ben 16 jaar oud. En je doet aan? Ik doe zelf aan BMX race. BMX race. Nou, dat is natuurlijk een verhaal apart. Want BMX'en, dat is zeg maar hot. Het is namelijk ook een Olympische sport geworden. Ja, en dan hebben wij natuurlijk wel hele hopen dat, het, zeg maar, dat jij door gaat dringen naar de Olympische Spelen. Hoe ben je toch gekomen tot het pakken van de BMX-fiets? En daar jezelf in te specialiseren? Nou, ik was 5 jaar oud en zat naar de Olympische Spelen zelf te kijken. Toen dacht ik van, hey, dat is leuk. Dat wil ik wel gaan proberen. En toen heb ik proeflessen gevolgd en ben ik het eigenlijk leuk gaan vinden en gaan doen. Oké, en waar ben je dat leuk gaan vinden en waar ben je dat gaan doen? In Rijswijk. In Rijswijk? Fietscrossclub Rijswijk. Ja, dat is die kennen wij toevallig. En dat is een hele aardige fietscrossclub en die hebben ook een prachtig parcours. Ja, er is net een nieuwe baan aangelegd. Nou, 3 jaar geleden, maar het is wel redelijk nieuw nog. En ja. Ligt er redelijk goed bij. En mag die daar blijven liggen? Want er is natuurlijk ook heel veel uitbreiding in woongebied. Daar heeft daar plaatsgevonden. En is er sprake van dat het daar mag blijven? Of zijn er plannen om dat ergens anders neer te leggen? Tot nu toe, dat ik gehoord heb, is het mag gewoon nog wel blijven. Maar voor de rest weet ik het ook niet. Laat je het aan het bestuur over. Ja, ja. Nou, dan ben je genomineerd, hè? Want daarvoor ben je hier. Heb je ook enig idee waarom je genomineerd bent in deze geweldige sport trouwens? Ik denk omdat ik 3 keer achter elkaar Zuid-Hollands kampioen ben geworden. Slechts 3 keer achter elkaar ben je Zuid-Hollands kampioen geworden? Ja. Ja, en dat zeg je gewoon zonder dat je denkt, heel bescheiden sta ik hier met 3 keer Zuid-Hollands kampioen. Ja, ik denk dat het daarom is. Ik weet zelf ook eigenlijk gewoon niet. Het was een verrassing. Dus, Maar Zuid-Hollands kampioen, dat tel je wel mee, toch? Ja, natuurlijk. Ik tel alles mee. Elke wedstrijd, word ik eerste. Ik tel alles mee. Ja. Nou, daar houden wij van, hoor. Daar houden wij van. Arjan vroeg het net ook al aan Jelsi. Wat is uiteindelijk je ambitie in deze sport? Gewoon zo hoog mogelijk. Gewoon, overal, Nederlands kampioen, Europees kampioen, wereldkampioen. Gewoon alles. Het maakt je niet uit. Nee. Alles wat er te pakken is. Denk je dat dat haalbaar is? Als je sporttalent bent van de gemeente Voorburg-Leidschendam in 2018? Het wordt een zwaar jaar dit jaar, hoor. Want ik rij zelf nu, ga ik 17-24 rijden. Strijd ook tegen oude gast. Maar het wordt pittig jaar, maar ik ga mijn best doen. Kijk, dat horen wij graag. Ja. Weet je, dan een beetje pit erin, hè? Ja, maar wat heb je nodig om, zeg maar, een goede BMX'er te worden eigenlijk? Nou, je moet vooral niet bang zijn. Anders wordt niks. Nee, want de kijkers en luisteraars die zitten natuurlijk allemaal gezellig hier naar je te luisteren. Maar ik heb wel eens gezien waar die startplaats heeft. Maar dat is eigenlijk net zo erg als schoonspringen van een 38 meter plank, of niet? Ja, het is een startheuvel is ongeveer 5 meter hoog. 5, 6 meter. En dan sta je dan op een BMX fietsje? Ja. En dan, met een hekje ervoor? Ja, en dan rij je eigenlijk zo hard als je kan naar beneden. Hoe vaak ben je al geblesseerd geweest? Nou, geblesseerd niet zo vaak. Maar wel vaak gevallen en schaafwonden en dingen, maar nog niks gebroken. Daar ben ik wel blij mee. Dat zou ik wel denken, ja. Dat zou ik wel denken. 17-24. Ja. Nou, je moet even vertellen waarom, zeg maar, alle mensen die mogen stemmen tegenwoordig, hè, online, ook voor de sportprijs. Dus je moet heel even de kijkers en luisteraars aanspreken waarom ze nou juist op jou moeten stemmen. Want dat kan nog, hè? Want we zijn pas 18 februari, gaat het pas gebeuren. Dan ze op mij zouden moeten stemmen. Precies. Omdat ik al voor de 3e keer Zuid-Hollands kampioen ben geworden. Halve finale op het NK heb gehaald. EK heb gereden in Frankrijk, heb ik ook nog. En ik heb vooral geen angst. En ik hoop dat jij gewoon weer goed mijn best kunnen doen. Dus zoveel mogelijk prijzen te pakken. Dus? Ja, stem op mij. Precies. Ja. En hebben we nog Jelsje? Ja, ik wil. Zo mooi. Ze heeft het nu een beetje af kunnen kijken. Dus dan gaan we ook aan Jelsje vragen. Van, waarom moeten de mensen op jou stemmen? Nou, omdat ik 2 keer Nederlands kampioen ben geweest en ik hoop dat er nog meer bij kunnen komen. En ik me steeds meer aan het verbeteren ben en hoop uiteindelijk internationaal te gaan zwemmen. Nou, vind ik ook een hele goede pitch, eigenlijk. Oké, we gaan nog heel even doorgaan. Er staat de floor manager, dat is ook tevens onze baas, die staat te roepen dat we nog even door mogen gaan. Dus dat is er gewoon... Onze baas, zeker. Directeurtje noemen we die. Ja, directeurtje van Midvliet.
Als je kijkt naar de sport, is dat dan een super individuele sport of doe je het ook wel met teamfietsers? Het is echt een individuele sport. Je doet het echt voor jezelf. Maar zelf word ik gesponsord door een lokaal BMX shop in Ommen. En dan rijd ik dan voor een team. Maar ja, dat is wel gefascineerd uit andere rijders, die oudere klassen, jonge klassen. Maar je rijdt niet tegen elkaar of zo. Het is echt voor jezelf strijden. Precies. Maar het is wel fijn dat je een sponsor hebt. Ja, dat wel. Ja, hartstikke goed. Heeft jij al een sponsor? Ik had ook nog een vraag. Ja, heb jij een sponsor? Nog niet, maar daar zijn we wel mee bezig. Oh, dan gaan we ook even bezig oproepen dat Jelsie een sponsor nodig heeft. Ja, iedereen die kijkt en van zwemmen houdt. Ja, en wil eigenlijk dat Jelsie gewoon weer hier in de fluit komt zwemmen. Met een maar je bent gewoon op zoek naar een sponsor. Wat ik me afvraag, hè, als je kijkt naar het zwemmen over de afgelopen 30 jaar. Waren het eerst van die hele vierkante badpakken en vierkante zwembroeken. En uiteindelijk werd dat allemaal supersonisch snel. Ja. Heb jij ook zo'n snel pak? Ja. Echt? Maar ook helemaal zo je armen, zo helemaal... Nee, niet mijn armen. Het is dan van hier tot dan ongeveer je, net boven je knie. Zo'n lang ding? Ja. Zoals Ranomi ook heeft? Ja. Jeetje, dat is wel heel professioneel. Ja, ik denk het. Maar ben jij de enige die zo'n pakje heeft of heeft iedereen dat? Nee, eigenlijk heeft iedereen wel zo'n badpak. Want die badpakken zijn ook speciaal gemaakt. Dat is waterdicht. En daarmee ga je dan sneller. Dus eigenlijk kunnen we concluderen dat als iedereen zo'n pak heeft, dat jij eigenlijk gewoon echt heel erg goed bent. Ik denk het wel, ja. Ja. Nou, daar gaan we mee afsluiten. Vind je dat een goed plan? Vind ik een goed plan. Want wij hebben hier twee hele goede sporters naast ons gehad. En die verdienen het om sporttalent van het jaar te worden. Maar ik moet er wel bij zeggen, er ontbreken nog drie hele grote sporttalenten die hier vanavond niet konden zijn. En dan hebben we het over Danny Harmsen, die doet aan karate. We hebben het over Philip Boissevin en die doet aan cricket. En we hebben het over Boyd Hagebeek en die doet aan taekwondo. Maar ja, als je natuurlijk bij Midvliet geweest bent in de radio-uitzending en de televisie, ja, dan kan het bijna niet missen dat het zeg maar tussen ik acht de kansen grote Ingmar en Jesse gaat, ja. Ja. Ik wens jullie heel veel succes en tot de volgende keer. En dankjewel. Oké. Ja, luisteraars, en dan zijn we al aan het einde gekomen van het eerste uur van deze speciale uitzending van Sporttribune. En dan gaan we eventjes samenvatten, want we hadden als eerste natuurlijk de wethouder René, die voor ons de speciale uitzending opende. Ja, en die was enorm enthousiast in ieder geval. En die heeft nog een boodschap vanavond meegekregen, dus er is werk aan de winkel. Ja, zeker. En daarna hadden we de sporters met een beperking. Nou, dat was natuurlijk ook heel speciaal, hè Arjen? Ja, het was heel bijzonder om... Manouk te interviewen. Met name ook de talk. Want je staat eigenlijk continu naar de verkeerde te kijken. Maar ja, fantastisch. Speelster van het Nederlands elftal. Keepster van Muscle Stars. Dus erg leuk. Ja, ze zei nog, ik wil het even zeggen mensen, om dat te delen met u. Ze zei, dit was het interview van mijn leven. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Nou, hoe mooi is dat? Hè? En ja, dat is, daar heb ik een mooi gevoel bij in ieder geval. Heel goed. Ja, zeker. Daarna hadden we het sporttalent van het jaar. En dat waren Jelsie van Ruiven en Ingmar Ankerman. Ja, dat was natuurlijk ook heel speciaal. En vergeet Justin. Nee, maar ik was even aan het samenvatten. Oké. Maakt niet uit. Ja, dat was ook erg leuk. Zwemmen. En BMX'en. Ja, heel tof. Heel tof. En natuurlijk met dat enorme ongeluk met die jongen die moest stoppen. Ja. En dan toch zo hier staan. Ja. Van joh, ik heb geen angst, ik ben niet bang en ik ga er gewoon voor. Ik wil het hoogste bereiken. Ja, geweldig. Ik vind het knap. Zeker. We gaan afsluiten voor het eerste uur. Daarna zijn we weer terug naar het nieuws. Met de tweede uur, met andere genomineerden. Dan gaan we eerst praten met de mensen van Sport en Welzijn. En ook een jurylid. Heel belangrijk. En daarna gaan we praten met de sportvrouw van het jaar genomineerden. En dan zijn we ook bij de sportman van het jaar in datzelfde uur. Dus we gaan op naar het nieuws en daarna zijn we graag weer bij u terug. Tot zometeen bij deze speciale uitzending van Sporttribune bij Midvliet FM.